De coöperatieve spaar- en kredietbank Godo heeft vanmorgen in het kader van haar 47-jarig bestaan de Godo Banking App gelanceerd. De leiding van de bank zegt dat zij hiermee meer mogelijkheden aan haar cliënten biedt. Naast een uitgebreid aanbod van diensten en locaties, verspreid over het hele land, kan men nu via de app zaken doen. Volgens Percy Kleenum, algemeen directeur van Godo, loopt de bank een beetje achter met enkele diensten als er gelet wordt op de groei en faciliteiten van de andere banken. 2 maanden terug is er volgens hem een steekproef gedaan onder bestaande klanten van Paramaribo en de verre districten. Aan de klanten is gevraagd hoe de dienstverlening verbeterd kon worden. De meeste klanten gaven aan dat er behoefte was voor een bankgebouw in hun district. Kleenum zegt hierop dat de bank echter meegaat met de technologie en dus niet overal een gebouw zal neerzetten. We hebben bewust ervoor gekozen om dit te doen op de jaardag van de bank. We willen dus daarmee aangeven dat wij dus blijven investeren in dus het vertrouwen dat de cliënten, onze klanten en leden ons hebben gegeven al die jaren. En het is een geschikt moment. We praten over een digitaliseren optie. En in deze tijd waarbij het dus digitaliseren een belangrijk onderdeel uitmaakt van ons leven, vonden we het goed om dit te doen. Deze app is natuurlijk niet nieuw in de sector. Er zijn meerdere banken die daarover beschikken. Maar het voordeel is dat wij niet alleen willen inspelen hierop, maar vooral de mogelijkheden die er zijn. Dus dat de klanten de mogelijkheid krijgen om hun documenten op te laden. Waarbij ze dus hun leningsaanvragen vooraf kunnen processen. Het openen van een rekening kan vooraf geprocessed worden. Dat is natuurlijk een voordeel die wij willen bieden. Een extra mogelijkheid die wij willen bieden aan onze klanten. En het is natuurlijk prettig als je dat kan doen op je jaardag. Kleenum zegt verder dat de bank een enorme groei heeft doorgemaakt in haar 47-jarig bestaan. We zijn allemaal reuze trots op deze mijlpaal, benadrukt hij. In feite is het een successtory om het zo te zeggen. Als je kijkt dus dat je als kleine coöperatie begint met nauwelijks 43 leden en thans een bestand hebt opgebouwd van ruim 110.000 mensen, dan is dat een gigantische ontwikkeling. Godo is eigenlijk een van de jongeren onder de banken, want de bankvergunning is amper iets van 7 tot 8 jaren. Dus er is nog een inhaalslag wat dat betreft te maken, maar we komen er zeker wel. Dit is een van de mogelijkheden die wij hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dus dat wij de achterstand met de sector gaan verkleinen en tegelijkertijd snel kunnen inspelen op de behoeften en daarmee de groei van de bank vooral kunnen veiligstellen. Percy Kleenum, algemeen directeur van de coöperatieve spaar- en kredietbank Godo. Hij sprak vanmorgen na de lancering van de Godo Banking App. De lancering vond plaats in de grote vergaderzaal van Godo aan de Keizerstraat.